Stichting Hart en Kind financiert het Velocity-onderzoek. Daarbij onderzoeken artsen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat harte kinderen meer energie krijgen. Nou ben ik in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar artsonderzoeker Evangeline op me wacht, omdat ik hier een echo van mijn hart mag laten maken. En ben je benieuwd naar hoe je hart eruit ziet? Ja, ontzettend. Ik weet natuurlijk hoe die voelt als ik flink aan het sporten ben. Maar ik weet helemaal niet hoe mijn hart eruit ziet. Nee. Gek, toch? Laten we het bekijken. Weet jij het, hoe je hart eruit ziet? Nee, eigenlijk niet. Nee? Grappig dat je alleen gaat kijken als het niet goed is. Ja, gelukkig maar toch. Ja, wat... Goedemiddag. Hey, Maurice. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. We zijn in het grote huis en die gaat echt wel bij jou doen. Spannend. Ja. Of niet? Ja, nee. Voor jou. Ja, ik heb even geen idee, maar ik vind het wel heel leuk om mijn eigen hart te zien. Ja. Is dit... Dit is de echo-machine waar we het over hebben. Die gaat straks de plaatjes maken met het apparaatje hier. En wat je dan hier terug zult zien op het beeldscherm, is in beweging het kloppen van je hart. Maurice, ben je er klaar voor? Ik lig goed. Ik ben wel heel erg benieuwd wat we hier dan zo dadelijk gaan zien. Ja. Nou, op het scherm ga je zo direct je eigen hart zien. Waarbij het mooi samenknijpt, als het goed is. En waarbij je de vier hartklepjes ook gaat zien die open en weer dicht gaan. Waar we heel erg benieuwd naar zijn, niet alleen bij jou, maar ook bij kinderen met een aangeboren hartafwijking, is hoe het hart functioneert. He, dus bij geboorte kan het afwijkend zijn hoe het is aangelegd. En daarna zijn we heel erg benieuwd wat de functie van het hart is, dus de knijpkracht van de hartspier. En anderzijds ook hoe de vier hartklepjes functioneren die in je hart aanwezig zijn. Hier gaan we zo de plaatjes mee maken. Goed, ik ga je wat gel hier opdoen. Is dat koud? Normaal gesproken is het warm voor kinderen. Hij heeft al een tijdje hier buiten gestaan. Dus we gaan kijken of het ook voor jou goed is. Dat is bijzonder, hè? Ja. Kun je het zien zo? Ja, ik zit echt met open mond te kijken naar mijn eigen hart. Ja. Dit is toch best gek. Al die keren dat je zo'n rood hartje tekent. Ja. Dat is het. Dit is het dus, ja. Dit, ja. Ja, klopt. Hey, en dan is het grappig, hè? Want als jij aan het praten bent, dan adem je in, adem je ook weer uit. En dan verplaatst het hart zich ook tijdens de borstkas. Dus dan zie ik ook, hè, want als jij zo rustig stil ligt, dan kun je het hart mooi in beeld zien. Maar iedere keer als jij zegt, of als je bijvoorbeeld heel diep inademt, doe dat dus. Zie je? Dan verdwijnt dat beeld. En wat opvalt, dat je vier hartkamers ziet. Een linkerhartkamer, een rechterhartkamer en de twee boezems. Dat zijn de twee verzamelbekkens van je hart aan de bovenzijde. En dan kan ik ook nog met kleur kijken hoe de bloedstroom is. Dus het rode bloed komt het hart in. Mm-hmm. En het kleurt blauw als het hart uitgaat. Oh, ja. En als we kijken naar een van de vier hartklepjes die je in het midden van het hart ziet. Zie je, dat is het openen en sluiten van een van de vier hartkleppen. Jeetje. En dan zie je eigenlijk dat ze heel mooi sluiten. Ja, heel mooi sluiten. En dat zie je dan ook als je daar kleur op zet. Dan zie je eigenlijk dat er helemaal geen lekkage is. Wat ik hier heel bijzonder aan vind, is dat ik de hele dag van alles aan het doen ben. Of nou sport is, trein halen, trappen lopen. En eigenlijk, nu ik het zo zie, denk ik, oh, dit gaat de hele dag door. Dat hart blijft maar kloppen. Zo bijzonder. En nou is dit mijn hart. Ja. Dat werkt goed. Klopt, ja. En hoe is dat nou voor een kind met een hartafwijking? Ja, maar er zijn een aantal dingen waar we heel erg op letten. We kijken hoe de functie van het hart is, de knijpkracht van de hartspier, of die normaal is, zoals bij jou, of dat die misschien verminderd is bij sommige afwijkingen. Waar we ook op letten is of de hartkamers goed zijn aangelegd. Maar soms worden kinderen geboren met een te kleine hartkamer. En een ander iets is waar we ook naar kijken is, er zijn vier klepjes in je hart en die kunnen of lekken of vernauwd zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je een zo fit mogelijk hart hebt? Ja. Ja, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, dat je gewoon regelmatig beweegt. Hè, dat je fietst als je naar school gaat. Dat je aan sport doet. Hè, dat je regelmatig aan een sport doet. En dat je verder niet rookt. Ook niet te zwaar bent. Dat je eigenlijk een gezonde levensstijl hebt. Dat is eigenlijk voor de conditie van je hart het allerbelangrijkste. En als je dan hebt over een gezond hart. Mm-hmm. En je kijkt naar mijn hart. Hoe brengt die het er vanaf? Ja, jouw hart ziet er volstrekt normaal uit. Daar mag je trots op zijn. Ja, nou, dat ben ik ook. Ja. Ik wel. Echt fijn om te horen. Ja. En bij hoeveel kinderen is er nou sprake van een afwijking? Ja. Nou, ongeveer 1 op de 100 kinderen worden in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, geboren met een aangeboren hartafwijking. En dan moet je zien dat ongeveer 1/3
is dat een hele kleine afwijking, hè, waar je ook gewoon oud mee kunt worden en waar je ook geen operatie voor nodig hebt om dat te herstellen. Mm-hmm. Of 1/3 is een iets ernstiger aangeboren hartafwijking en 1/3 is een ernstige afwijking waarbij we ook moeten nadenken of een operatie of een andere vorm van therapie nodig is om zo'n hartje toch te herstellen. En kun je dan ook laten zien wat er bij zo'n hart dan afwijkt? Ja, nou, als we naar dit plaatje kijken, dan vallen er een paar dingen op. Ja, want je hebt 4 hartkamers die bij jou ongeveer even groot zijn. Sommige kinderen worden geboren dat 1 van de 4 hartkamers achter is gebleven in groei. Ja, dus dat je 1 van die hartkamers hebt die te klein is. Dat kan een afwijking zijn. Een andere afwijking kan zijn dat die klepjes niet goed aan zijn gelegd. Mm-hmm. Hè, waardoor ze of te nauw zijn, dat het bloed er echt met moeite doorheen kan. Of dat zo'n klep heel erg lekt. Ja, dat kan ook een probleem zijn voor je hart. En tot slot, er zijn allerlei aan- en afvoerende bloedvaten. Hè, want dat bloed moet natuurlijk wel naar het hart toe. Mm-hmm. En moet er ook weer uit naar de rest van je lichaam. En er kan ook een afwijking zijn dat zo'n bloedvat misschien niet helemaal goed is aangelegd. Dat die ook te klein is of te wijd is. Ja, dus eigenlijk op al die vlakken, hè, de aan- en afvoerende bloedvaten of het hart zelf, daar kan een afwijking zijn die bij geboorte aanwezig is. En waarom is het nou zo belangrijk dat dit onderzoek wordt gedaan en blijft worden gedaan? Nou, voor ons is het heel belangrijk dat we eigenlijk op verschillende manieren naar jouw hart en ook van de kinderen die meedoen, dat we daar naar kijken. He, want met echo kunnen we heel goed de functie van het hart in beeld brengen. Maar we hebben een inspanningstest nodig om te zien hoe goed je ermee om kunt gaan. En daarnaast doen we ook een MRI-scan, waarbij we in 3D, dus in 3 dimensies, de bloedstroom door je lichaam in beeld kunnen brengen. Dus als je een optelsom maakt van al die 3 onderzoeken bij elkaar, de echo, de MRI en de inspanningstest bij elkaar, samen vormen ze eigenlijk het hele plaatje hoe het hart functioneert in relatie tot je hele lichaam. Voor mij echt heel leuk om te zien en belangrijk om te weten dat mijn hart goed werkt. Maar voor kinderen is dit nog belangrijker. En zeker met het idee dat door dit soort onderzoek je nog veel meer te weten kunt komen over wat er nou speelt bij kinderen met een hartafwijking. En we willen natuurlijk allemaal dat kinderen zo lang mogelijk leven en zoveel mogelijk kunnen doen. En daar draagt dit aan bij. Leuk om dit kijkje te mogen ervaren. Ja. Dankjewel. Leuk dat je er was.